Hoi, ik ben Femke van Femkeblog.com. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik het dat-to-dat puzzelboek voor je reviewen. En dat is dit boek. Die kreeg ik voor Sinterklaas van mijn broertje. En het is eigenlijk een soort puzzelboek gemixt met kleurboek. En ik vind hem echt heel erg tof. Ik ben hem zelfs een beetje al verslaafd aan. In het kort om uit te leggen wat het precies is. Het is eigenlijk zoals vroeger, dan weet je wel dat je die nummertjes moest verbinden met lijntjes. Nou, dat is dit eigenlijk ook, alleen dan de extreme moeilijke variant daarvan. En dit boek heeft 30 verschillende puzzels, dus je hebt even tijd om er lekker mee bezig te gaan. Zoals die kinderpuzzels, dan verbond je gewoon 1 tot en met bijvoorbeeld 100. Maar hier gaat hij echt wel tot over de 1000. En het is ook niet zo dat het 1 aan 1 gesloten lijn is, maar je moet bijvoorbeeld van 1 tot 10 en dan stopt de lijn en dan moet je dus het volgende beginpunt zoeken. En dan gaat hij dan weer verder tot bijvoorbeeld 50. En zo ga je eigenlijk steeds verder, dus het is best wel moeilijk en soms ook even zoeken waar je dan weer verder moet. Je hoeft natuurlijk niet helemaal op volgorde te doen. Dus je zou ook eerst van 1 tot 10 kunnen doen en dan van 100 tot 150. Maar ik ben natuurlijk wel zo strikt om het gewoon lekker op volgorde te doen. Dan blijft de uitdaging ook nog wat leuker. Het leuke is ook dat je niet één kleur pen gebruikt om alle lijntjes te verbinden. Maar je hebt ook wel echt, de puntjes zijn gekleurd. Dus die kleur gebruik je ook voor je pen. Waardoor je dus uiteindelijk echt heel mooie tekeningen te zien krijgt. Nou, je hebt dan dus uiteindelijk, als je alle puntjes hebt verbonden, heb je een heel mooie lijntekening staan. Als je het leuk vindt, kun je die natuurlijk ook nog inkleuren. Voor wat extra creatieve uurtjes. Maar voor nu houd ik het lekker gewoon op alleen de lijnen verbinden. Dat vind ik voor nu al wel uitdaging genoeg. Nou, dit is dus het dat-to-dat boek. Ik kan er al even doorheen bladeren. Kijk, dit zijn er al een paar die ik al heb getekend. Nou, ze hebben echt heel mooie kleurrijke platen ertussen. Maar bijvoorbeeld ook zoals deze zebra, die is wat simpeler. Die is alleen maar met zwarte lijnen. Nou, deze heb ik ook nog gedaan. Zoals je ziet ben ik echt wel heel fanatiek bezig geweest. Nou, hier zijn er wat die ik nog moet doen. Nou, zoals je ziet zie je hier al de gekleurde puntjes. Deze heeft dus alleen oranje en blauwe puntjes. En deze is al heel veel ingewikkelder met heel veel puntjes, veel verschillende kleuren ook. Zoals deze zie je ook wel, dan zitten de puntjes echt heel dicht op elkaar, waardoor het soms ook wel heel moeilijk wordt om te zien welk nummer bij welk puntje hoort. En waardoor je soms ook nogal wat foutjes maakt. Maar goed, dat is op zich ook niet erg. Er wordt ook alweer uitdagend van. Nou, wat ik gebruik om de lijnen mee te trekken zijn deze Stabilo pennen. Gewoon de fineliners, die hebben heel veel verschillende kleurtjes, waardoor je gewoon alle kleuren eigenlijk wel hebt die je nodig bent in dit boek. Nou, ik vind het echt heerlijk om af en toe het boek erbij te pakken en gewoon maar domweg de lijntjes te verbinden. Om gewoon even je hoofd leeg te maken als je bijvoorbeeld een drukke werkdag hebt gehad. En het is ook best wel laagdrempelig, je hebt maar een paar gekleurde pennetjes nodig en dan kun je lekker aan de gang. Dus ik merk ook wel dat als ik eventjes de tijd over heb, dat ik hem dan weer bijpak. Als je meer info over dit boek wil en misschien nog wat foto's wil zien, bekijk dan mijn blog, want daar schrijf ik nog een uitgebreide review op. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je weer in de volgende video.